niet aan. René, dankjewel dat je ons wilt helpen met het onderwerp het nieuwe werken. Jij bent van Rijnconsult. Ja. En ik ben op zoektocht naar hoe mensen het nieuwe werken zelf ervaren. En wat ze als voordelen en als nadelen beschouwen daarvan. Dus laten we maar eens even beginnen. Kan je heel kort vertellen wat Rijnconsult eigenlijk doet? Ja. Rijnconsult is een middelgroot adviesbureau met een mannetje of 35 aan boord. En net zo'n grote schil in de geassocieerde kring. Wij werken voor profit organisaties, non-profit en hybride organisaties. En dat doen we voornamelijk adviesdiensten. Maar we doen ook persoonsonderzoek en tijdelijk management. Dat zijn eigenlijk de kerntaken van Rijnconsult. We bestaan dit jaar 35 jaar. Ja. We komen voort uit AXO oorspronkelijk. Oké. Okay. AXO, Arnhem, ja. Ja. Daar stroomt de Rijn. Ja. En zo zijn we aan Rijnconsult gekomen. Ja. Dus daar heb je ook een pand nog? Nee. Oh. Wij zijn via een lange tocht via Utrecht zijn we hier terechtgekomen. En hier stroomt de Kromme Rijn. Dus dan klopt ja, het. Ja, dat zijn die cirkels die zich dan weer sluiten. Ja. Dat is wel mooi. Hey, René, we hebben het nu over het nieuwe werken. Wat zie jij nou als het grote voordeel? Want ik heb net begrepen van iemand anders dat jullie het zo'n beetje uitgevonden hebben, 35 jaar geleden. Dus je moet op terug kunnen vallen. Dat weet ik niet, maar voor een adviesbureau is het nieuwe werken eigenlijk al lang het oude werken. Wij weten niet beter dan dat we elkaar af en toe moeten opzoeken. Dat doen we op kantoor. Of dat je materialen nodig hebt of prints. Weet je, dat is eigenlijk het facilitaire gedeelte en de secretariaat. Voor de rest zitten we heel veel bij de klant. Ja. Gewoon ons werk te doen. Ja. En voor een groot deel zitten we ook gewoon thuis. Omdat dat heel veel werktijd bespaart. En je eventueel nog andere dingen er ook bij kan doen. Dus voor ons is die drieslag op kantoor, bij de klant en thuis, die werkt heel goed. Ja. En daar kunnen we ook heel goed mee omgaan. En overleg je dan ook van thuis wel met collega's? Of is het echt een solo bestaan wat je leidt als... Nee, wij werken heel veel samen. Eigenlijk zijn al onze opdrachten met één of meerdere collega's. Dus we hebben wel heel veel tijd nodig om met elkaar af te stemmen. Maar ja, dat hoeft niet altijd live. Dat kan ook voordat je bij een klant binnenkomt. Of dat kan zelfs langs de kant van de weg, een AC-restaurant. Dus ja, ja. Wat dat betreft... is ons type werk, als het niet bij de klant is, is eigenlijk helemaal niet zo locatiegebonden. En gebruik je ook iets als Skype of zo? Nou, onderling eigenlijk niet. Nee. Dat is toch voornamelijk telefoon, e-mail. En we hebben Embrace, dat is een soort netwerk waarin je op kan inloggen en waarin we al onze bestanden kwijt kunnen. Oh ja. En waarin je ook bestanden kan delen. Ja. Dat hebben we nog niet zo heel lang. Nee. En het is een soort jammer. Dat is de internationale variant. En, oh, okay. En daar delen we onze documenten in. En dat werkt heel goed. Ja, ja. Voordelen? Er moeten ongetwijfeld ook nadelen zijn. Nou, je treft ons op de tweede maandag van de maand. Ja. Dat heet Tomato. The only Monday at the office. Oh, ja. Dus dat is eigenlijk een soort belofte naar elkaar. Dat wat er ook gebeurt. Dat we op deze dag altijd op kantoor zijn. Kennisdeling, we bespreken de cijfers, andere wetenswaardigheden die gedeeld moeten worden. Dat doen we altijd op deze maandag. En daar moeten we erg ons best voor doen om hier ook altijd te zijn. Ja. Want de druk van de klant is groot. Ja. Dus dat excuus is ook soms wel snel gevonden van ja, ik kan niet. Maar het is wel de belofte om hier te zijn en dan gesprekken te voeren met elkaar. En dan rapporteer je ook naar elkaar toe hoe ver je bent met het project? Bijvoorbeeld, of dat je een vraag hebt, of dat je samen een offerte wil schrijven, of een evaluatie wil doen. Dus er gebeurt van alles. Ja, ja. En als laatste dan, als jij zelf aan het stuur zou mogen zitten van het nieuwe werken, wat zou je dan voor jezelf nog willen doen om het te verbeteren, om het te optimaliseren? Zijn er nog suggesties te doen? Ja, waarom het zo goed past, denk ik, bij Rijnconsult is vanwege de aard van het werk. Ja. Maar misschien ook wel het type mensen wat we aan boord hebben. En die maakt wel dat je er ook mee om kan gaan. Het is natuurlijk maar een tool. Hè? Het is een instrument. Mm-hmm. En het instrument moet wel in goede handen zijn. Want op het moment dat je elkaar te weinig ziet, hè, dan gaat de verbinding
ontbreekt dan binnen het bureau. En dat is wel heel belangrijk. Je moet natuurlijk wel contact en feeling blijven houden. Dus de mensen zelf moeten er wel leren om met het nieuwe werk om te gaan. Hoe het zit met de systemen, wanneer je nou eigenlijk hier wel hoort te zijn en wanneer niet. Dus dat is nog wel een soort inwerken wat je met elkaar moet doen. En dat wordt ook wel zeg maar, formeel ook ingebed in de organisatie als iemand nieuw komt. Ja. Dat je ook een soort van... Ja, nou, wij begeleiden ook wel dit traject bij onze klant. Dan zeggen we, joh, die technische kant, hè, dat is eigenlijk maar een beperkt deel van het succes. Het gaat hem ook aan de cultuurkant. Ja. Dat mensen en ook wel managers, hè, die vinden het soms ook wel lastig dat mensen hier niet zijn. Of hè, hoe kan je nou managen als je de mensen niet binnen handbereik hebt. Ja. Dus daar hoort ook wel een andere leiderschapsstijl bij. Maar nogmaals, de professional zelf, hè, of de medewerker zelf, moet daar naar zijn eigen bevindingen ook op een goede wijze mee omgaan. Ja. En dan kan het heel goed werken. Ja. Want je ziet natuurlijk wel heel veel organisaties nog zwoegen met het idee van als management wil je iemand van 9 tot 5 een beetje controleren of er wel voldoende output uitkomt. Ja. Dat moet je eigenlijk volledig loslaten hier. Hè? Ja, dat moet je loslaten en dan moet je eigenlijk in contact met die medewerker zelf moet je daar nieuwe afspraken over maken hoe het werkt. Want een van de claims die je bij een medewerker mag leggen is dat als er echt problemen zijn of vragen, dat hij naar de manager komt. En dat is eigenlijk de omkering van vroeger, waarbij de manager altijd naar de medewerker kwam om te vragen hoe gaat het. Zit hier eigenlijk een omkering in, dat die medewerker zo professioneel of taakvolwassen moet zijn, dat hij weet wanneer hij steun moet zoeken of wanneer hij aangeeft wanneer iets niet goed gaat of misschien wel heel goed gaat. Ja. Want je denkt een beetje uit bekrompenheid dat je denkt van iemand moet zijn 8 uur volmaken. Maar andersom zou het ook een risico zijn dat iemand gewoon te veel werkt. Ja, dat risico is er zeker. Omdat je thuis zit en je denkt Het is al bekend van onderzoeken dat mensen ook meer geneigd zijn om hun werk mee naar huis te nemen. Als je dan heel feitelijk gaat meten, kunnen daar misschien wel iets met de kinderen 's middags of boodschappen. Er zit in de thuissituatie natuurlijk best wel wat slack of wat tijd die je niet heel precies besteedt aan het werk. Waardoor je wel het risico loopt dat mensen wat meer in de avontuur of in het weekend gaan werken. Maar soms is dat ook een compensatie van de uren die overdag niet gemaakt. Hartstikke bedankt, René. Oké, graag gedaan. Dankjewel.